Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft er alles aan gedaan om uiterlijk vandaag de leerkrachten van het achterland op hun standplaats te krijgen. Dit liet regeringswoordvoerder Alvin Roosveld afgelopen zaterdag weten tijdens een regerings-Zoom-persconferentie. De leerkrachten hadden de afgelopen week zelf gevraagd en toestemming gehad van het MINOC om later dan gepland vervoerd te worden naar hun standplaats. Ze wilden wachten tot na hun salarisstorting, zodat ze inkopen konden doen in Paramaribo. Roosveld meent dat het altijd een uitdaging is geweest om deze leerkrachten op tijd op hun standplaats te krijgen. Op dit moment weten we dat het altijd een uitdaging is voor de leerkrachten die naar hun standplaats in het binnenland moeten vertrekken. Maar in de periode van 19 tot en met 26 juli wordt dat stukje afgerond, zodat de scholen in het achterland absoluut ook wel kunnen starten zoals de scholen in de stad. We weten ook wel dat het straks eind van de maand is en dat brengt nog wat training erbij. Want ja, men moet natuurlijk ook voorage kopen en dergelijke, zodat men voorzien kan zijn, wel voorzien kan zijn wanneer men naar het binnenland gaat. Dus dat brengt de nodige stagnatie, maar het ministerie heeft houdt daar een vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat dat stukje goed komt. Regeringswoordvoerder Alvin Roosveld. Behalve dat de lagere scholen in de stad en omliggende districten al fysiek onderwijs volgen, zijn de middelbare scholen vandaag ook begonnen hieraan. Hij roept de samenleving en alle betrokken actoren op het pad van overleg te kiezen, omdat het onderwijssysteem vanwege de COVID-pandemie al onder grote druk staat.